Ik had verteld dat ik iets leuks wilde organiseren voor jou, voor ons, om iets te vieren, maar ik heb nog niet verteld wat. Het is wel echt pril, pril, pril. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Dag lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio en René is lekker op het werk. En het is ontzettend druilerig vandaag. Een hele regenachtige dag. En, maar wel een hele mooie dag, want... Ja, is het leuk om samen te vertellen? Eigenlijk wel, hè? Nou ja, we hebben dus iets gedaan. En dat gaan we straks samen vertellen. Ik zal het nog even spannend houden. En dat wil ik eventjes vieren. Thuis. Door middel van iets leuks. Dus gewoon, ik wil een beetje... Zorgen dat straks als René thuis komt, dat het kaarsjes aanstaan en dat het lekker ruikt. Dus ik ga ook gelijk de deuren dicht doen en de ramen, want anders blijft de wierook niet hangen. We hebben hier altijd zo'n lekker wierookje staan. Hier, zo. Die ga ik zo meteen aansteken. En dan gaan we alle kaarsjes om 4:50 aansteken. En ik ga zorgen dat er gewoon wat lekker eten op tafel staat. Dat moet lukken. Ik ga maken, denk ik, calamari. Met tomatensaus. Want als we ze gaan bakken, frituren, dan moet er een krokant laagje op. En dat krokant laagje, dat zit al hier. Dus dat gaan we niet doen. Dus we gaan een gezonde variant maken. Ik vind calamari heel erg lekker. En René vindt de ringen op zich ook wel lekker. Zolang het geen kop of tentakels heeft. Dus ja, ik vind het wel heel erg lekker. Maar die passie, die delen we niet. Ja, en zo moet ik eventjes wat dingetjes weggooien en ik moet nog iets weg gaan brengen. Dan denk ik, ja, ga ik dan wachten tot het stopt met regenen of niet? Dilemma. Nou, ik ga in ieder geval al het andere even klaarzetten. En dan kijken we straks wel of het... Want het gaat nu volgens mij alleen maar harder regenen. Of het straks droog genoeg is om eventjes wat weg te brengen en af te handelen. Het is misschien ook wel tijd om die slinger eventjes... vanaf te halen. Je bent nou lang genoeg jarig geweest, René. Nou, om te beginnen ga ik gewoon een lekkere tomatensaus opzetten. Ik vind al het geheim van een goede tomatensaus is dat die lang genoeg opstaat en zo het zuurtje van de tomatensaus eruit haalt. Dus daarvoor zetten we een pannetje op met olie. Laten we lekker warm worden. En daarin gooien we ui en knoflook. Laten we goed aanbakken. Mag best wel een beetje donker zijn. En daarna blussen we het af met 2 blikjes gepelde tomaten. Dan doen we er wat zoetstof in en een schepje zout. En de blikjes tomatensaus die vullen we vervolgens met water. Zodat en het blikje lekker leeg is, schoon, gaat het ook niet zo stinken in je prullenbak. En dat de saus genoeg water heeft om in te koken. Zo, beetje olie. Had wat minder gemogen. Uitje in de pan. En de knoflook. Schoonmaken, hele tenen erin gewoon, want je gaat straks toch de saus mixen. Met een staafmixertje er doorheen. Maar die geur van die eieren, die knoflook dan al, is zo lekker. Als je dan van tevoren weet dat je de saus maakt voor vlees of voor vis, dan kun je er ook al de kruiden bij doen in de tomatensaus. Als je denkt van nou misschien gebruik ik hem vandaag voor vis en morgen voor vlees. Dan zou ik de kruiden achterwege laten en die toevoegen aan de vlees of vis zelf. Ik doe er wel 7-8 tenen in hoor, dus er mag best wel flink wat in. De tomatensaus staat op. Even een wierookje aansteken. We hebben verschillende geuren, dit is kokos. Super lekker.
tomatensaus. Ja, we hebben een beetje uitgelopen qua tijd, omdat ik even aan het bellen was met onze reisadviseur. En we kregen namelijk een herinnering. Terwijl dat natuurlijk alle betalingen opgeschort zijn en zo. Dus we hadden zoiets van, hè, beetje vreemd. Zij heeft alles uitgelegd en alles cool. En dan gaan we de 9e vliegen, dus alles schijnt weer normaal te zijn op Curaçao. En we krijgen een coronatest vlak voordat we vliegen. En we moeten mondkapjes op in het vliegtuig. Nou ja, het zal allemaal wel eens wegwijzen. In ieder geval ontzettend veel zin in en we zijn ontzettend toe aan een lekkere vakantie in de zon, aan het strand, met kooksnoten in de hand. Ja, en of we dan nog een auto gingen huren, want dat zouden we dan eigenlijk van tevoren afspreken, maar dat gaan we waarschijnlijk gewoon toch daar bekijken. Omdat ik het gewoon niet zeker weet hoe het allemaal gaat lopen. En als het daar allemaal op het resort goed is, maar daarbuiten niet, dan blijf ik liever gewoon op het resort. Dus dat. Ik ga dingen wegbrengen en ik ga heel snel naar de supermarkt. En dan is het tijd dat René binnen gaat komen. In een ontzettende oase van liefde en geur en kaarsjes. Oké, dat is het. Dat is zo jammer dan, hè? Als we dan aan het filmen zijn, dat de muziek even uit moet, want anders krijgen we een strijk. Ja. Hoe voel je je, Poppie? Goed. Ja. En jij? Ik ook goed. Oké. Ik had verteld dat ik iets leuks wilde organiseren voor jou, voor ons, om iets te vieren, maar ik heb nog niet verteld wat. Oh. Want ik dacht, misschien is dat iets tussen ons. En zo vieren is natuurlijk wel een heel voorbarig woord, maar het feit dat we stap hebben genomen om die kant op te gaan, zeg maar, is wel nieuw, toch? Ik heb die bezig. Ja, maar het is wel niet verstandig om daarover te praten, want het is wel echt pril. Je wilt nog geheim houden? Dus. Houden lekker in spanning. Oké. Nou, dan doen we dat. We zijn iets aan het vieren. Wat iets heel spannends is, maar wat nog niet te vieren valt, maar we zijn het toch aan het vieren. En nou ja, het is wel duidelijk. Ik heb zelf cassava chips gemaakt. Ja, dat is goed gelukt. Echt super makkelijk ook, echt goed gelukt. En sowieso in die airfryer, dat is echt fantastisch. Ik kan sowieso weinig fout gaan. En ik heb een oosters gekruid getint calamari. Met zelfgemaakte tomatensaus natuurlijk. Zelfgemaakt, blijf de veren in de reet steken. En zoetzure komkommer met een kleine slaatje. En een heerlijke vis couscous. Lekker. En nu zet ik de camera uit en nu krijg ik een eerlijk antwoord. Stiekem. En vind je het echt lekker, schat?